Hey, leuk dat je kijkt. Gisteren liet ik je al een back-to-school make-up en kledinglook zien. En vandaag ga ik je 4 haarstijlen laten zien. En dit is de eerste haarstijl. Het is een haarstijl met vlechtjes. Vlechtjes zijn momenteel helemaal de hip en happening. En 3 haarstijlen zijn daarom ook gebaseerd op vlechtjes. Ik vind het hartstikke leuk en hartstikke lief en schattig staan. En het fleurtje haarstijl gewoon net een beetje meer op. Dus ik ga je nu laten zien hoe ik deze eerste haarstijl heb gemaakt. Ik heb voor de haarstijl alvast 3 vlechtjes in mijn haar gemaakt. Dit kun je ook de avond voordat je naar school gaat doen, zodat het minder tijd in beslag neemt. En vervolgens is het heel simpel. Je verdeelt je haar in 3 stukken, in 3 delen. En dat ga je vervolgens vlechten. Mocht je het zo leuk vinden, dan kun je het zo laten. Ik ga nog een stapje verder. Ik ga van de vlecht namelijk een knot maken. Een lage knot is namelijk ook nog steeds in. En dat ziet er gewoon lekker net uit. Lekker simpel ook, maar toch leuk en netjes ziet het eruit. En om het wat speelser te maken, haal ik een beetje de haren allemaal wat losser die op mijn hoofd zitten. Zodat het niet zo strak zit. En ook haal ik 2 plukjes aan de voorkant eruit. Zodat het gewoon net wat speelser effect geeft en dat het allemaal niet zo strak en tuttig zit. Dan haarstijl nummer 2. Dit is eigenlijk een soort van haarstijl nummer 1, maar dan aan de zijkant. Je maakt dus 3 vlechtjes aan de zijkant. En vervolgens maak je van het hele haar eigenlijk 1 vlecht aan de zijkant. En daarbij neem je dus die 3 vlechtjes mee. En dit vind ik een leuke haarstijl, omdat het gewoon een beetje dat bohemian effect heeft. Toch een beetje dat, dat speelse bohemian chic effect. En dat vind ik wel heel erg leuk. Je begint dus met 3 vlechten in je haar te maken. Ik begin als eerst met een vlecht achter op mijn hoofd te maken. En hier laat ik je ook nog even een close-up zien van hoe je vlecht. Voor diegenen die dat nog niet weten of niet precies doorhebben. Hier laat ik je even in een close-up zien hoe je dat doet. En zo maak je dus 3 vlechten in je haar. En vervolgens deel je je haar weer in 3 delen en maak je van die 3 delen weer een vlecht. Let niet op mij, ik doe altijd een deel in mijn mond, omdat ik het anders heb ik het idee dat het gewoon weer in elkaar overgaat. En mijn haar is hier gisteren gewassen, dus het is gewoon heel erg glad. En anders glijdt het zo uit mijn handen, vandaar dat ik mijn mond dan even gebruik. Dan haarstijl nummer 3. Dit is eigenlijk een hele makkelijke variatie op haarstijl nummer 2. Het enige verschil is eigenlijk dat de vlechten nu dat je geen vlecht aan de zijkant van je haar hebt, maar dat je de vlechten om de staart heen hebt gewikkeld, zodat je het elastiekje niet ziet. Het enige wat je hiervoor hoeft te doen is weer het maken van 3 vlechtjes in je haar. Dus deze leg ik nu even aan de kant, zodat ik dadelijk ze kan gaan gebruiken. Vervolgens maak ik aan de zijkant van mijn haar een staart. Vervolgens wikkel ik eigenlijk gewoon de 3 vlechtjes om mijn haar heen. En je wil natuurlijk niet dat je het elastiekje nog ziet. Dus zorg ervoor dat je haar goed om het elastiekje heen zit. Wikkelt en maak het vervolgens vast met een bobbypin. Oftewel een haarklipje. En de laatste haarstijl alweer. Dit is een hele andere haarstijl, maar ook erg makkelijk om te maken. Het is meer een rock haarstijl. Een wat extra vettere haarstijl. Eentje die wel echt opvalt, maar super tof is om te dragen, vooral bij een wat stoerdere outfit. Wat je gaat doen is dat je haar in 2 delen verdeelt.
Het eerste deel bestaat uit eigenlijk alleen maar de bovenste haren, dus de bovenste laag van je haren. Bij de kruin, om het zo maar te zeggen, bij je slaap en dan naar achter. Die haren neem je en die houd je even apart. Ja, zoals gewoonlijk doe ik ze weer in mijn mond. En van de andere haren, die steek je omhoog op en daar maak je een staart van. En vervolgens ga je dit bovenste gedeelte toeperen. Ik heb hiervoor de borstel gebruikt, maar je kunt beter de kam gebruiken. Ook is het verstandig om dit in twee delen te toeperen, omdat je anders niet voldoende getoupeerd haar hebt voor een mooi bol effect. Vervolgens gooi je dit dus gewoon over de staart heen en pak je een extra stiekje en maak je dit vast. En wat je dan doet is dat je gewoon nog wat haar eruit plukt om het weer een model te brengen. En zodat het lekker rok en los valt. En ook maak je nog twee plukjes aan de zijkant los voor een wat nonchalanter effect. En that's it. Een leuke stoere hairdo. En dit waren dan de vier haarstijlen. Ik hoop dat je ze leuk vond. Heel veel succes op school. Jullie kunnen het. Ik weet het zeker. Ik heb er helemaal vertrouwen in dat het jullie allemaal gaat lukken weer op school. En heel veel succes dus. En bedankt voor het kijken. Hey, leuk dat je kijkt. Vandaag heb ik een back-to-school make-up en kleding look voor jullie. Ik ga je laten zien hoe ik mijn make-up zou doen wanneer ik naar school ga en hoe mijn kleding...